Hoi allemaal, het is vandaag alweer woensdag en ik ben al een tijd terug van school. Ja, ik heb vanmorgen niet gevlogd, sorry. Maar het was gewoon niet echt heel erg boeiend. En ja, ik ga zo meteen naar de ortho straks, want ik krijg mijn nachtbeugel. Why? Ik dacht, ik ben er net van alle beugelen, krijg ik nog een nachtbeugel. Geen idee waarom, maar ja, ik zal even laten zien wat ik aan heb vandaag. Dus wat ik vandaag aan had, ik had het spijkerjasje aan, ik weet niet waar die van is. Deze shirt is van een kledingparty en dan heb je hier zo'n rits aan de zijkant. Deze broek is van de H&M en mijn all-time favorite lage zwarte Vans. Wat ik nog vandaag ga doen, vandaag komt mijn video online. Die afgelopen woensdag voor jullie online is gekomen. Ik zal die eventjes in het i'tje linken boven. Ja, wat ga ik doen? Dat doen? Ja, ik denk dat ik even mijn huiswerk ga maken. Doe ik dat straks allemaal niet te doen. En dan straks mijn video online zetten. En dan naar het ortho. En ja, ik weet allemaal niet precies wat ik ga doen. Maar ik zie jullie straks alweer. Doei! Nou, ik heb net gegeten. En ja, wij waren dus naar de ortho geweest voor mijn nachtbeugel. En ik zal even laten zien hoe hij eruit ziet. Ik heb er een doosje bij gekregen. Ik zet jullie even neer hoor. Nou, zo ziet de doos eruit. Hij is echt super fel. Zalm oranje. Hij lijkt echt super knal oranje op beeld. Maar dat is hij echt niet. Hij is een hele andere kleur. En dan maken we hem open. En dan is dit de nachtbeugel. Ik heb er een reserve in zitten. Voor je weet maar nooit. En hij ziet er zo uit. Hij is alleen voor mijn boventanden. En die moet je dan zo in mond doen. En dan moet je ermee gaan slapen. En moet je hem de volgende dag gewoon weer uithalen. En dan. Ja, ik zal hem even in doen. Je ziet er echt helemaal niks van, maar ik slits er echt heel erg door. Ik kan nog wel gewoon praten, maar sommige woorden of letters kan ik niet zo goed uitspreken. En ja, ik zie er eigenlijk helemaal niks van, alleen zie je zo'n randje maar. En het lag dus gewoon naast mijn bed en mijn video is daar achteraan het uploaden die jullie afgelopen woensdag hebben we gezien, vorige week woensdag. Dit kan je even hier in het i'tje vinden. En dat is een nieuwe koken met Tara. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En het is de eerste dag geslapen met mijn nachtbeugel. Ik heb er niet echt iets van gemerkt of zo, maar ja, je weet wel dat er iets zit, zeg maar. Dus ik ga hem er even uithalen. In het bakje. Ik had vandaag eerst uur vrij, dus dat was best wel chill. Maar ik heb 40 minuten rooster al de week, dus ja, dan moet ik wel iets eerder opstaan. Anders ben ik straks te laat op school en zo. Dus ik moet er eerder op school zijn dan normaal. Maar ik had nog 40 minuten rooster. En ja, ik heb vandaag tot 10 over 1 les, volgens mij. Ja, tot 10 over 1. En ja. Het is best wel chill. Ik ga me nu aankleden. En dan ga ik ontbijten. En dan ga ik naar school toe. Dus ik zie je straks weer. Nou, dit is trouwens wat ik vandaag aan heb. Ik heb vandaag dit bomberjack aan van de H&M. Dit shirt is van de Sena. En er zit zo regenboog op. En dus zo met korte mouwen. Deze broek is ook van de H&M. En dan mijn Vans natuurlijk. En ik ga nu naar school toe en dan zie ik jullie, denk ik, straks weer. Doei! Nou, ik ben net weer thuis van school en het was echt super saai, want ja, voor de laatste 2 uur hadden we verzorging. En ja, dan ga je al theorieën doen en zo. Heel verschrikkelijk, maar ja, ik ga straks, moet ik nog wat huiswerk maken en ik moet nog leren voor de toets morgen. Daar heb ik nog steeds niet van geleerd. Niet zo goed voor mij, maar ja. Wat ben je aan het doen, Kobus?
ligt hij zo. Hallo, Kobus. Ik heb net wat gedronken. En we hadden vandaag een formulier gekregen of zo van volgend jaar. Want dan ga ik naar de derde. En dan ga je in het begin van het schooljaar ga je naar het buitenland. En daar heb je zo'n formulier van. Ik zal het even laten zien. Dus dit formulier ding. Wacht. Dus dit formulier. En ja, hier staat op de prijzen op van hoe duur het was en zo. En wat je wilt betalen. En je kan kiezen uit Londen, Berlijn, Parijs en Barcelona. Ik zat heel erg te twijfelen tussen Parijs en Londen. Want ik wil heel graag naar Parijs vanwege Disneyland Parijs. Maar ja, ik durf niet echt in heel veel attracties, zeg maar. Dus ja, Londen gaan ook heel veel vriendinnen van mij heen. Dus ik denk dat ik wel Londen ga kiezen. Maar ja, dan moet je hier zo... hier moet je dan zo aankruisen naar welke landen je wilt en wat je eerste en wat je tweede keuze is. En dan moet je één die waar je echt niet heen wilt, dan moet je doorstrepen. Ik heb Berlijn doorgestreept, want ja, mijn vader is daarheen geweest en die zei dat het niet altijd echt super bijzonder was of zo. Barcelona ben ik al een keer heen geweest, maar ja, we hebben niet alles gezien toen. Maar toen was ik ook wat kleiner. Maar ja, dus ik ga straks, dus dat hebben we gekregen en dat moet je binnenkort inleveren. En ja, wat ik nu ga doen, ik denk dat ik eventjes op telefoon ga en zo. En ik ben mijn tablet aan het opladen, ik film daar eerst altijd mee. Maar ik weet niet of die nog kan opladen, want hij is echt super oud. Echt, ik heb hem echt sinds 2012 of zo. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ik weet niet hoe lang ik hem al heb. Maar ik weet niet of hij nog wat... Ik weet niet of hij het nog doet. Dus ik heb hem nu in de oplader gezet. Ik ga hem pas uithalen als mijn telefoon in de oplader moet. Dat doet nog even, want hij is nu pas 61%. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik nu ga doen. En ja, dan zie ik jullie straks weer. Nou, het is alweer een tijdje later en ik ben nu bezig met Engels hartstikke afmaken. En ik zou eigenlijk vanavond naar Atletiek gaan, maar ik heb besloten om toch niet te gaan. Want ik moet echt nog super goed leren voor het SO wat ik mogen heb. Want ik heb er nog helemaal niet voor geleerd, zeg maar. En wat er met mijn haar is, I don't know, want het zit allemaal clean. Het ziet er echt heel raar uit. Maar ik ben er hier mee bezig en... Dan ga ik zo meteen eten. We gaan volgens mij frietjes eten. Ik had er echt zin in. En dan ga ik naar het eten leren. Echt goed leren. Heel de tijd. En ja, ik hoop dat het gaat lukken. En ik hoop dat het gewoon een voldoende wordt. En ja, laat ik erop hopen. Goeie allemaal, het is vandaag alweer vrijdag. En ik ben alweer bij mijn vader. Zoals je al ziet... En ik heb de hele dag niet gevlogd. Ik had vandaag een toets op school. Van leesbeschouwing wat ik jullie verteld had. Ja, ik weet niet hoe die ging. Maar ja, ik ga zo meteen GTS kijken. Goede tijd, slechte tijd. Ik denk dat jullie dat ook wel kennen. En morgen heb ik atletiek. En ja, verder wat ik dit weekend ga doen. Ik heb echt geen idee. Maar het weer nu. Ja, het is niet echt fantastisch. Want... Ja, het is een beetje bewolkt en zo. Ze zeiden dat het heel mistig zou worden of zo. Maar zondag wordt het wel heel lekker weer. Dus dan is het echt wel een leuk weer, zeg maar, om te vloggen. Dus ja, ik lijk echt super leuk op camera. Maar dat ben ik niet. Het is gewoon een beetje koud. De verwarming heeft hieruit gestaan omdat ik er dus niet was. Maar ik ben dus weer bij mijn vader. En het is nu weer een beetje wennen. Ik heb hier een veel grotere kamer dan bij mijn moeder. En ja. Top. Hoi allemaal, het is vandaag alweer zaterdag en ik ben al een tijd terug van atletiek. Ik heb lekker gegeten en ik ga zo meteen lekker douchen. En ja, en daarna gaan we naar Breda toe. Ja, dan gaan we misschien vanavond naar de film. En ja, dan zie ik jullie zo weer. Doei! Ik was trouwens bij atletiek echt kaart gestruikeld over de woorden. Dus ik heb nu echt een super grote schaafwond op mijn knie. Maar ik zal het niet laten zien, want misschien vinden sommige mensen dat helemaal niet fijn of zo. Dus dat doe ik maar niet. Maar ik ga nu eventjes lekker douchen. Ik pak even mijn handdoek.
De wasmachine zit aan, dus dat hoor je. Ik ga nu even lekker douchen. Tadal. En ja. Dat ga ik dus nu doen en dan zie ik jullie straks weer. Doei! Nou, ik heb net gedoucht, ik heb me opgemaakt en we gaan zo meteen naar Breda toe. Ik weet niet of ik mijn camera mee ga nemen. Ik denk het wel op principe. Maar we gaan dus daar zo meteen heen en ja, ik neem jullie mee. Daar je bent. Zo, je vindt hem zeker. Ik heb op het terras zaten met Daan, maar Sam is. Ik dacht dat troep op jullie, ja. Dat is ook een ding. Alleen maar klaar. Er is een kommetje bij. Nou, we zijn weer onderweg naar de auto. Het was heel gezellig. We hebben gewoon wat gedronken, wat gegeten en zo. Een paar winkeltjes in geweest. Ik heb niks gekocht of zo, maar ja, het was wel gezellig. Kijk, de zon gaat onder. Dus we gaan nu naar de auto lopen. En ja. Hoi maat, het is alweer vandaag. Het is alweer zondag. En het wordt vandaag iets van 22 graden of zo. Echt super warm en het is ook super lekker weer. Al buiten. Ik zal even zien. De lucht is al helemaal blauw. Ik zal even wat lekker wat eten, want ik heb wel echt honger gekregen. Nou, het is al een tijdje later en ik heb me net opgemaakt en ik heb me aangekleed. En ik zal eventjes laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik had het gisteren trouwens ook aan, maar... Dit is wat ik aan heb. Ik heb dit shirtje aan van de... Ik heb geen idee waar deze vandaan komt, maar van de Yola. Maar ik heb, het is al een tijdje geleden dat ik deze gekocht heb. Dus dit shirt en ik heb deze broek aan van de Yola. Met zo'n gat en die zie je nu super goed. Mijn wond. Echt fijn. En ik heb nog geen schoenen aan, maar het is echt super lekker weer vandaag. Ik ga nu leren, want ja, ik had er zo snel mee vanaf zijn. Het is nu, denk ik, ongeveer 12:30 of zo. Of zoiets, dus even kijken. Waar is mijn telefoon? Ik ben mijn telefoon. Oké. Oh, ja. Het is nu 12:50 en ik ga dus nu leren. Ik bedoel huiswerk maken, want ik heb geen proefwerk meer. Dat is nu eigenlijk wat ik ga doen. En ik heb gewoon mijn boeken en zo bij. Dus ik ga nu leren. En dan zie ik jullie straks weer. Doei! Het is alweer een tijdje later. En we zijn dus ook naar de Big Bazaar en zo geweest. Maar ik heb daar niet gevlogd. Het was echt super druk en zo. Dus ik dacht, dat doe maar niet. En we zijn even aan het koken. We gaan kip eten. Ja, het zit in de pan. Het is een beetje warm, dus ik ga het niet pakken. En ik ben hier een salade aan het maken. Gewoon. En ja. Ik had geen korte broek bij, dus ik heb echt even mijn pyjama broekje aangedaan. Het is zo warm buiten. Ik heb mijn haar echt super random opgestoken. Het ziet er echt niet uit, maar... Ja, ik ga dus vanaf weer naar mijn moeder toe. En morgen is de laatste dag dat ik ga vloggen. Want dan ben ik een week bezig en ja, ik vind het wel leuk altijd om te doen. Hij is vast weer echt super lang, maar boeien. Ja, ik ga dus nu eventjes een beetje bang chillen en zo. En wij waren dus gisteren in Breda. En dan hadden we een hele lekkere Tony Chocoloni gekocht. Dit is popcorn met disco dip. Die is echt super lekker. En we hebben ook de meringue met kers. Die is ook heel lekker. Maar ik ga dus nu eventjes op de bank chillen en zitten en zo. En dan zie ik jullie straks weer. Doei! Ondertussen is het al wat later en is mijn vader aan het afwassen. Hè, pap? Hallo, goeiedag. Ja, Tara doet het nooit. Dat moet ik altijd doen. Nee, joh, het is meest goed stoken. Ik blijf het lekkers maken. Maar ik ga een smoothie maken, want dit hadden ze nog. We hebben blauwe bessen, diepvries zomerfruit. Iets van yoghurt, een banaan, en dan gaan we allemaal... Het is heel te veel. Ja, ik scheet je af en toe, ik kan mijn best dus door. Dus we gaan even een... Ach, kan, het stinkt ook nog. Oké, we gaan hem eens even vullen. Oké, we gaan... Mag ik de blauwe bessen opmaken? Ja, maak maar op.
Dan, ze zijn helemaal klaar. Ziet er super lekker uit. Hoi Mauw, het is vandaag alweer maandag en het is vandaag de laatste dag gaan weekvloggen. En ik sta op het punt om zo meteen te gaan eten. En dan moet ik naar school toe. Ik had vandaag eerst weer vrij, dus dat is wel altijd heel fijn. En ik ben nu eventjes de vlog van Masha aan het kijken. Masha, kijk, van Vlogklos. Ik volg haar echt al heel lang. En ik zal even laten zien wat ik aan heb vandaag, want dat vind ik denk ik altijd leuk. Dus wat ik vandaag aan heb, ik heb deze bomberjack aan van H&M. Deze shirt is van de Yoda volgens mij. En deze broek is uit het oude assortiment van de H&M. Er zit echt een huge van een gat in. Ja, die hoort er eigenlijk niet in te zitten. En dan mijn fans natuurlijk. Dus dat is wat ik vandaag aan heb. Ik heb mijn tas al gepakt. En ik moet nog even een luchtje opdoen. En ik denk dat ik vandaag ga voor Sweet Like Candy van Ariana Grande. Ik ga zo naar school toe. En ik ga nu nog even een eitje bakken voordat ik op het brood kan doen. Ik heb hier boterhammen liggen. En dat is ook mijn lunch voor mijn school. En dat doe ik af en toe wel eens. Want dan vind ik wel wat lekkerder dan een normale brood met bijvoorbeeld een hagelslag of zo. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik heb al heel alle dingen laten klaarstaan. En ja, ik zal het ondertussen ook wel laten zien. Ik ga het duidelijk versnellen. Want het duurt veel te lang. Dus let's go. En tadaa, de eitjes zijn klaar en dit is super makkelijk om te maken en super snel. Dus als je iets lekkers wilt in de ochtend, maak je dan zeker. En ja, je moet het wel verpakken in aluminiumfolie, want dan blijft het langer warm. Top! Ik ben echt net 5 seconden thuis en ik ga het hier bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat je deze weekvlog heel leuk vonden. Als jullie meer weekvlogs willen, laat het me dan vooral weten hoe vaak ik weekvlogs moet doen en zo. En als jullie nog tips hebben bijvoorbeeld, ja, dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. En vergeet natuurlijk ook niet om een blauw duimpje omhoog te doen. En abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal. En ja, dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doei doei!